Yo, welkom bij een nieuwe vlog. Het is hem, hè? Fons, nou, die hebben we vorige keer gezien op het einde. Yes. Onze nieuwe camper. Ja. De kind zit er al in. Ja. We hebben echt in no time allemaal spullen ingepakt. Helemaal schoongemaakt. Helemaal schoongemaakt ook, ja, heel goed. En we gaan nu op onze eerste vakantie. Mm-hmm. Waar gaan we heen? Ja, proefbank kamperen in het zuiden. Zo, we gaan richting het zuiden. We gaan gewoon echt, ja. Ja, maar het voelt een beetje als proefkamperen. Ja. Geen idee hoeveel alles bij ons hebben. Met twee kinderen moet je ineens zoveel andere dingen nog meer mee dan dat je met één kind gaat kamperen. Ja. Maar volgens mij zijn we goed bepakt en bezakt. En kunnen we gaan? Ja. Let's go. Ja, zin in. Yay. Starten dat beest. Starten. Die gekke oude Fons, hij doet het gewoon. Ja, echt hè. We rijden nog steeds. Ja, en we zijn inmiddels al in Zeeland. We gaan eerst even langs jouw ouders. Die kunnen dan heel even op het kindje letten. Dan kunnen wij even boodschappen halen. Nou ja, luiers en dat soort dingen inslapen voor de kindjes. En dan kan het vakantievieren beginnen. Yes. We gaan op een campingje staan. Ja. En vlakbij Middelburg. Ja. En dan gaan we morgen weer kijken of we eventueel verder gaan of niet. Maar dat zien we wel weer. Ja, dat is lekker voor de camper. We hebben helemaal nul plannen eigenlijk. Gewoon naar Zeeland rijden, dan zien we het wel. Maar liefie, met Gerrit kwamen we de eerste rit, 2 jaar geleden, niet verder dan de ABB parkeerterrein. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Het was niet echt een succes. En nu zijn we gewoon al tot in Zeeland gekomen. Dus ik ben best wel trots. Ja, ik ben zeker trots. Ja, nee, zeker. En we kunnen hier tenminste naast elkaar zitten. Ook. En elkaar verstaan. En elkaar verstaan. En hopelijk verstaan jullie dit ook trouwens. Want dat kon in Gerrit ook niet. Want het maakte zoveel herrie. Maar we gaan lekker. Tot nu toe. Hartstikke idee. Fons staat op zijn plekkie. We staan vlakbij Groeden aan de kust. In Zeeland. Ja. Deep down south, weet je. Het voelt toch een beetje alsof je zegt van we zijn lekker in het zuiden, alsof je in Zuid-Frankrijk zit, toch? Ja, de Zeeuwse Antillen. De Zeeuwse Antillen. Ja, nee, we reden dus gisteren naar Middelburg. En we dachten, nou weet je, even bij opa en oma op bezoek. Dat boodschapjes doen. En dan in de buurt even een camping zoeken. Maar dat bleek dus echt gewoon een hele opgave. In ieder geval, het is ook niet eens gelukt. We dachten, joh, het is corona en niemand gaat op vakantie. Maar alle campings staan vol. Allemaal, en zeker aan de overkant. Nu staan we op strandcamping Groene. En het ligt echt direct aan het strand. Jouw ouders zijn er, dus de opname van Jeppe. Dus Jeppe is al ontvoerd. Die zit denk ik al lekker in het zand spelen. Ja, en mijn broer die woont in Groede, dus die komt ook af en toe aanwaaien. Super gezellig. Wij hebben ons plekje dus gevonden. En wij hebben ook, even kijken, een fietscar. Dat we lekker motie mee kunnen nemen. Ja. Achter de fiets aan. Alleen mijn band is lekker. Kijk, maar dan gelukkig kunnen we de car duwen en dan kunnen we die volstouwen. Ja. Op naar het strand. Vamos a la playa. Het is goed aan mij. Ja, het zijn toch een beetje de Zeeuwse Antillen. Eén ding dat we doen in Zeeland is de kinderen dopen. Dopen in Zeeuwse wateren. Ja, toch? Ja, je hebt Zeeuw, dus de kinderen zijn half Zeeuw. En als ze eenmaal in de Zeeuwse zee zijn geweest, dan is het echt dan begonnen. Is het echt. Dus ze hebben jou helemaal ingesmeerd, UV-hoedje op. Het is al 5 uur, dus het is niet meer volle zon. En het water is heel lekker warm. Ja, hetzelfde hebben we gedaan met Jeppe 2 jaar geleden. Ja. En dat we vielen ons zo, dachten, nou, dan komen we met Moos terug. Ja, het is echt leuk. Zwemmen met een baby. Baby zwemmen, jij hebt nog nooit gezwommen, schatje. Het zwembad is natuurlijk allemaal dicht. Kom eens, schat, we gaan snel zwemmen. Oh, de water komt echt snel dichtbij. Moet je zo verplaatsen. Ja. Emotie. Hoe is dat? Het Zeeuwse water. Ik vind het wel leuk. Kom maar, Jabby. Kijk eens, Moosie zit in het water. Goedemorgen, deze morgen. Gisteren waren we op het strand. We hebben toen na ons lekkere stranddagje nog even lekker hapje gegeten. Op het strand ook weer. En dan ben ik er nu aan het aftrainen. Het is hier bergop. Misschien niet hele goede timing nu, hè? Nee, maar het maakt niet uit. Anders fietsen we veel te snel, dan kun je ons helemaal niet filmen. Ja, precies, ja. Nee, het is... We fietsen lekker ontbijten in Groede. Een heel leuk koffiezaakje. En een kindje zit voor het eerst in hun leven in de fietskar. Ja. Yay! Ik moet echt zeggen dat ik van mijn leven nooit een fietskar wilde, omdat ik het zo degelijk vind. Maar het camper is toch wel chill, want anders kunnen de kindjes niet allebei mee op de fiets. Op Moos mag natuurlijk nog niet. Zo, conditie van niks, hè? Je hart gaat een keer tegen. Nee, buiten adem. Ja. Oké, maar Moos kan niet op de fiets, dus nu hebben we een fietskar. En dan kan hij toch lekker mee, want die hangt lekker in een soort baby hangmat in de fietskar. We zijn ook wel vroeg op pad, want vanmiddag gaat het dus echt keihard regenen en onweren. Ook wel heel gezellig. Alleen dan is er dus geen tijd meer voor te fietsen. Maar we hebben trouwens ook wel een beetje pech gehad met de fiets. Want we hadden een fiets gekocht, speciaal voor de fietskar. Ja. En nu is die band heeft gewoon een scheur in de binnenband. Dus lekker kwam hier via Marktplaats. Soms koop je goed,
soms koop je heel slecht. Ja, dus we moesten weer een fiets huren. Maar dat maakt niet uit, we zijn onderweg. En nog vrij vroeg ook. Maar ik heb wel trek. Ik ook. Ja. En koffie. Doortrappen. Ja, doortrappen. Ja, doortrappen. Koffie. Graadmeter om te weten of iets te hobbelig is of niet. Als je armen, zeg maar, je onderarmen zijn weer flapperen, dan weet je dat de stenen iets te hobbelig zijn voor een fietskar. En nu koffie. Ja, deze is heel lekker koffie. En snel teruggefietst. Jongens, want er komt een dikke vette onweersbui aan. Echt zo'n hele streep die komt straks over Zeeland zetten. Maar ja, het is een beetje proefkamperen, dus we hadden niet alles bij ons. Het is heel snel langs een winkeltje gefietst voor haringen en scheerlijnen. Oeh, distel. Dat is wel nodig. Dus deze haring staat vast. Daar nog eentje, de rest moet onder de luifel. En dan hopen we dat we het een beetje droog gaan houden. Het is een goede test ook voor Fons, of die lek is of niet. Ben benieuwd, wat denk jij? Deze gaat we houden, zeker. Er zit een beetje vertrouwen in, man. Een beetje vertrouwen in jou. Denk je dat Fons het ook aan kan? Fons, ja, ik ga wel even kijken of het niet lekt, nee. Ja, dan ga ik straks zo binnen zitten. Dan gaan we gewoon kijken met potjes en pannetjes, kijken of er ergens water uit het dak komt. Ik hoop het echt niet, trouwens. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Ja. Als je camper lek is of je caravan, dan heb je eigenlijk best wel een heel groot probleem. Dan is die eigenlijk gewoon op. Kun je net zo goed wegdoen. Ja. Dus ik fingers crossed voor de regenbui die er aankomt. Maar de luifel staat vast, althans. Ja. Die kan nog niet, bijna. Je hebt iets goed aan het helpen, hè? Het is heel goed aan het helpen. Je haalt alles uit de zakjes. Ja, super chill. Alles uit de zakjes. Ja, en hier is een beetje babykots. Lekker. Nou, laat die bui maar komen. Bijna. Dus die staat. We hebben het noodweer overleefd. Ja, maar staat er niet meer, zoals je ziet. Weg. Oh, de tent. Ja. En de hele camper. Ja. Nee. Noodweer is niet gekomen. Nee, joh. Serieus. Wij hielden de buienradar kijken van ja, die bui die komt nu. Kom nu. En iedereen op het camping was alles aan het vastzetten en doen en toen kwam er niks. Nee, echt hè? Nee, echt. Ik kan er gewoon echt niet zo van op aan eigenlijk. Dat is een beetje jammer. En vanaf zeg maar het moment dat het noodweer zou komen, wat niet kwam, tot aan morgen dat we zouden vertrekken, zou het alleen nog maar gaan regenen. Regenen, ja. Ik heb letterlijk denk ik 3 spetters gevoeld vanmiddag. Ja, echt miser gewoon. Ja, en misschien vannacht liggen we te trillen van het onweer, ik weet het niet. Zou ook wel spannend zijn. Ja, maar we dachten, nou, aangezien het dan toch geen noodweer wordt, laten we dan nog even een stukje gaan fietsen. Ja, want na het eten, ja. Jouw broer woont hier in Groede. Ja, mijn broer woont hier in Groede. Dan zijn we nou onderweg. Ja, en hij is een van de topvoetballers van het dorp. Ja. Hij is volgens mij komend jaar transfervrij. Dus dan kan je hem gewoon kopen, denk ik. Ja. En in de winkel, hij kan hier even normaal dorp in, weet je. Hij had alleen maar handtekeningen uitdelen, foto's, fans, alles. Dat doet hij. Niemand vraagt erom, maar doet hij gewoon. Dat zou wel zijn. Hier heb je handtekening. Nee, jouw broer is nu aan het trainen. Toen dachten we, alles wel even leuk voor je. Lekker leuk rondje, om, ja. Nog even naar de voetbaltraining te gaan. Dus we fietsen nu weer naar Groede, ja. Of zoals ze hier zeggen, de Roe. De Roe. Maar het grappige is, dan fiets je dus door dit bosje, dit parkje heen. En dat is dan het hertenkamp. En daar ging ik dus vroeger als klein kind. Zo'n klein siepje. Ja, op basisschool gingen we hier altijd spelen. Of niet altijd, gingen we af en toe hierheen. Dan gingen we door die bunkers heen. En de speeltoestellen staan hier achter en zo. En dat is echt nostalgie voor mij, dus het is wel leuk. Ja. Ja, maar dat vind ik echt leuk dat we dan hier zo met z'n fiets zijn. Jij was hier nog nooit eerder geweest. Niet gaan en dan huilen, met de kroost? Nee. Oh. Zeeuw die helpt niet. Het is gewoon nat. Zeewater. Het is zeewater in mijn ogen. Nee, dat is mooi. Nee. Maar op naar de voetbal. Ja. Het is maar training, maar het is wel leuk om even en heen te gaan. En dan is de kantine, toch? Dit is de kantine, ja. Met een derde helft? Ja, ja, weet ik niet. En cheerleaders. Ja, zie je? Cheerleaders. Oh, voetbal. Oh, hier was het, hè? Ja, hier was het. Topspits van Groede. Oh, ja, hier is voetbalveld achter. Hier, we waren er gewoon echt. We waren echt op de velden, dat moet je maar geloven. Ja, en Jeppe mocht auditie doen, die mocht even voetballen. De trainer heeft even gekeken. Zij, talentje, maar dan moeten we terugkomen over hoeveel jaar ook alweer, Jeppie? Ja. Nou, volgens mij mocht hij over een paar jaar terugkomen en dan als keeper, kon hij zo, het contract lag al klaar. Als reservekeeper? Nee, dat is topspit, zei hij. Maar contracten liggen er al. Daar gaan we nog even over onderhandelen natuurlijk. Dat was leuk, hè? Ja, ja, sorry. Leuk. Het is een beetje gek om daar te filmen, want het zijn natuurlijk gewoon allemaal jongens in een elftal en die willen misschien helemaal niet op ons vlog. Nee, precies. Nee wij... Dat was wel leuk. Ja, was zeker leuk. Ja, was toch even voor mij bewijs dat hij ook nog steeds aan het voetballen is. Ja, want hij is ouder dan ik en elke keer zegt hij, ja, elke keer zegt hij, ja, ik ga stoppen. En dan is hij toch weer aan het voetballen, zegt hij. Dus hij kan er gewoon geen afscheid van nemen. En hij doet het nog goed, volgens mij. Dus dat is superleuk. Ja, hij doet het bewijs. Goedemorgen, het is 9:30 en we moeten om 10:00 de camping af. Dus ik heb Siep net wakker gemaakt. Wij slapen zelf hier voorin. En de kindjes die slapen dus achterin. Allebei in hun tentje. Even kijken of je het kan zien. Kijk, daar slaapt Moos. En hier
slaapt. Yep, hè? Ik zal het straks nog even goed laten zien. Maar de kindjes slapen dus gewoon nog 8:30. Vet fijn. Ik denk dat we gewoon in de camper gaan wonen. Liefie, zullen wij gewoon in de camper gaan wonen? Ja. Nee, ons nieuwe huis is veel te fijn. Maar kinderen slapen gewoon door en uit tot 8:30. Ja, lekker man. Ja. Ben je wel wakker? Nee. Ik heb Siep ook echt serieus. Net 5 minuten geleden wakker gemaakt van, hé grap, we moeten er wel wakker worden, want we moeten zo de camping af. Dus die is ook nog een beetje aan het wakker worden. Maar anyways, ik ga even koffie zetten en broodjes smeren. Lekker. Zo, de camper staat weer voor de deur, maar ik had nog beloofd om even een kleine campertour te geven. Dus bij deze ga ik dat eventjes doen. De eerste vakantie is in ieder geval een feit geweest. Hij heeft het gehaald. We zijn helemaal in Zeeland gereden. En we zijn inmiddels weer terug in het noorden van Noord-Holland. Dus ik zeg geslaagde aankoop. We hebben tot nu toe niks gehad wat kapot ging. En ik weet niet of je ons al volgde toen we de reis met Gerrit maakten. Onze vorige camper. Onze allereerste reis met Gerrit. Toen eindigden we bij de ANWB op het parkeerterrein. Omdat we gelijk werden afgesleept. Dus we hebben heel veel vertrouwen in deze camper. In Fons. Even kijken. Kijk. Hier in de alkoof, het ding wat boven de bestuurdersstoel zit en de bijrijder, daar slaapt Siep en ik. We hebben een nieuw matras gekocht voor hierin, want hier lagen echt nog de ouderwetse matrasjes in. Een beetje een knijterhard matras, maar maakt niet uit, slaapt op zich wel prima. Hier bijrijder en bestuurdersstoel. Dan kom je hier eigenlijk gewoon in de camper. We hebben hier een tafeltje met bankjes eraan, super chill. En daarboven ook allemaal kastjes, daar kunnen we echt super veel dingen opbergen. Ja, nu helemaal leeg, maar er zaten alle kinderkleren en luiers en dat soort dingen in. Dan hebben we hier de keuken. Nou, haakjes voor handdoeken, altijd fijn natuurlijk. Hier, maar liefst 3 gaspitten. Dat vind ik echt mega chill. Nou, het werkt allemaal heel simpel. Hier ons stekertje, plok, plok, plok en het is aan. En hier de koelkast. Nou, inmiddels weer helemaal leeg. Maar die werkt gewoon. En een vriezer. Tadaa. Hier, wasbak. Met water. Zo. Dicht als je rijdt. En dan kom je hier in de achterkant van de camper. Ja, hier zijn de kinderbedjes. Dat is vanmorgen al een beetje laten zien. Moos had we hier bovenop liggen in zijn Derian tentje. En dan Jeppe hieronder in zijn tentje. Die staat hier nog. Ik heb ze altijd in tentjes liggen omdat die helemaal dus mugvrij zijn. En ja, die zijn gewoon super fijn. Kunnen ze niet uit bed vallen. Ze kunnen gewoon alleen maar daarin liggen. Dus dat vind ik altijd fijn werken. Hebben we met Jeppe ook al gedaan in onze vorige camper. Dus nu ook weer. Nou, kijk, hier hebben we nog een enorme kast. Die hebben we niet eens gebruikt deze reis. Alleen deze tent stond erin voor op het strand. Voor de rest is hij nog helemaal leeg. Vet chill. Dus dat betekent dat we nog meer ruimte hebben. Hier nog veel meer kastjes. En dan hier. Hallo. Tada. Even licht maken hoor. Kijk, hier hebben we de badkamer met een wc'tje. Ja, ja. En een wasbak. En gewoon een complete douche. Ja, deze camper, ik weet niet, maar die voelt voor ons echt mega luxe. Ook al is hij al hartstikke oud. Ja, wij zijn het helemaal niet gewend, joh. Met Gerrit hadden we echt nauwelijks iets. En alles hing aan elkaar met draadjes en moeilijke constructies. En deze camper heeft gewoon eigenlijk alles wat we nodig hebben. Gewoon veel ruimte in het keukentje, gewoon een werkende koelkast. Dat doet het gewoon allemaal. Nou, dat vinden we al een hele vooruitgang. De volgende reis is volgende week weer ergens, denk ik, een weekendje. Maar onze eerste reis zit er nu op. En we hebben onwijs genoten. Het voelde echt fijn. En ik weet, we gaan echt best wel vaak weekendjes weg. En doen altijd leuke dingen. Maar dit was toch wel weer een nieuw hoogtepuntje. Met onze eigen camper gewoon lekker een weekendje weg geweest. More to come. En superleuk. Jullie hebben echt allemaal massaal gereageerd. Omdat we Fons hebben. En ik, volgens mij vinden jullie het net zo leuk als wij. Dat we weer gaan roadtrippen. Dus helemaal top. Tot volgende week. Dan hebben we weer een nieuw vlog. Doei.